Good morning, het is vandaag maandag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Wij zijn momenteel druk bezig met een ochtendwandeling richting de studio. Ik ga vandaag een aantal zelfportretten maken voor de website, want Tom wou niet op de foto. Ja, ik moet naar de kapper. Dus ik heb vanmorgen een appje gestuurd en ik moet ook nog scheren. Toen ik het over 2 weken doe, dan is maar zeg maar wel kort, maar wel uitstel! Hij stelt het uit! Maar goed, we zijn dus nu lekker aan het wandelen richting de studio en dan gaan we lekker aan de slag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en we hebben vandaag een shootdag met Dominique. We hebben namelijk voor Tide Ends weer een opdracht. Vandaag wel wat saaier, want we gaan alleen de producten fotograferen op Paspop. Maar we gaan binnenkort ook weer een lookbook shoot plannen, dus daar ook wel heel veel zin in. Maar vandaag even gewoon een gezellig dagje met z'n drieën. Tom is even naar het toilet en Dominique komt over ongeveer een half uurtje. Don't leave me here high and dry. Nou, het enige voordeel als je wakker wordt gemaakt omdat je kat in bed kotst, is dan toch wel dit. Nu even snel opruimen en kijken of ik nog even wat uurtje kan pakken. Maar dit is altijd wel mooi, maar wel heel zuur. De reden waarom ik het nu zie. Tom zei dat ik mezelf moest filmen en dat hij nu binnen zou komen. Dus hij parkeerde nu zijn fiets. Dus ik moest mijn reactie filmen. Dus bij deze film ik even mezelf, even wachtende tot hij binnenkomt. Ik heb zojuist heel irritant de vuilniszak eruit gehaald. En toen viel er een beschimmeld theezakje uit. En nu heb ik allemaal vieze groene vlekken op mijn broek. Dus als iemand weet hoe je dat eruit haalt, let me know. Want ik heb natuurlijk een witte broek aan. Geen idee hoe ik het eruit krijg. Nou, Tom doet er langer over dan ik dacht. Ik dacht, ik blijf gewoon doorfilmen, maar komt-ie? Toch niet? Ik hoor een deur. Hallo. Hi. Je staat in het donker. Huh? Ik zie het niet. Oeh, nice. Kort hoor. Wat kort, maar dit. Maar wel krullies. Wel krullies. Ja, heb je het gevraagd? Ja. Lekker man. Ik dacht, dat vind je leuk. Ja, leuk. Oh, dit huis staat koop. Hoe mooi. Good morning. Het is vandaag donderdag 4 mei. En wij gaan vandaag naar Amsterdam toe. Ik heb voor Tom een verrassingsdagje georganiseerd. En we gaan natuurlijk vanavond naar de dodenherdenking. Het leek ons wel bijzonder om dat een keertje mee te maken op de Dam. Dus we worden zo opgehaald door Tom zijn vader. Want die moet zo, 3 minuten. Die moet zo richting Diemen. En dan zet hij ons daar af en dan kunnen wij rustig Amsterdam ingaan. Dus let's go. Some kind of butterfly. Baby, so I stand up and speak by my oh.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Niet slecht voor een eerste keer. We zetten er nu een nieuw stuk papier in dat we uit een ander persoonsbewijs hebben gehaald. Het patroon moet precies aansluiten. Een lastige klus, maar het ziet er netjes uit. Laten we hopen dat de Duitsers bij controle het papier op die plek niet buigen. Want dan kun je de snijlijnen zien. Roosje heeft ook een valse naam nodig. Haar naam hebben we al voorzichtig uitgewist met aceton. Dat was een heel precies werkje. Nog even schuiven. Hij ligt precies onder de proefstempel. We halen het velletje met de proefstempel weg. Oké, klammer dicht. Ja. Precies goed. Ja, precies goed. Je hebt geholpen met twee valse persoonsbewijzen. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out of fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel that I. You whip up my appetite. Altijd zo heerlijk hoe katten kunnen genieten van de zon, hè? Oh, ben je lekker aan het genieten, schatje? Lekker, hè? Je bent helemaal lekker warm. Die ligt hier heerlijk te slapen. Ik ben momenteel nog even wat factuurdingetjes aan het regelen. En ik ga zo meteen richting een vriendin. En daar ga ik daar gezellig even op de koffie. Long time no see. Oh, ik heb de hitte van de auto in de zomer niet gemist. Zo. Oh, hij staat wel bij afgesteld. Snel de airco aan en let's go. Good morning, het is vandaag zondag en Tom en ik hebben al lekker tennis. Tom eet nog snel even zijn tosti op, want we hebben een super druk programma vandaag. Het is momenteel 12:30 en we hebben dus tot ongeveer 11:00 getennist. Maar we moeten nu snel weer door, want we moeten nu richting mijn zus even haar katten verzorgen. Want zij zit op IJsland momenteel.
Chicky. En daarna gaan we naar Tom's en opa en oma's. Want we gaan eerst naar opa en oma Papen. En daarna gaan we richting opa en oma Krijt. Daar gezellig op bezoek. En ik ga proberen of ik nog even langs de blokker kan. Maar we hebben dus een tight schedule. Dus we gaan kijken of het lukt. En anders een andere keer. Want onze blender is overleden. Dus ja, let's go. Oh, Tom heeft zijn sokken verkeerd om aan. Knap, hè? Zie je wat voor leuke sokken? Sushi sokken! We hebben een oude stagiair gekregen. Yeah. Thanks, Vera. Wij waren helemaal vergeten de weekvlog af te sluiten, zoals altijd eigenlijk. Maar ik wil je bedanken voor het kijken van deze weekvlog. Vergeet zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. En dan zie je natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei doei!